eerst op het Ereveld en dan naar ons gebouw. Ja. Ja. Voorzitter van Stichting Sport in het Ereveld, heet ik jullie van harte welkom. We hadden net verzameld in het koetshuis, wat straks museum gaat worden, en waar jullie allemaal van harte welkom zijn na de plechtigheid hier. En dat draait een bijzondere film van de opening, precies 75 jaar geleden, 18 november 1948. Met weer dat niet echt tot vrolijkheid stemt, maar jullie aanwezigheid doet dat zeker wel. Want dat bewijst dat het opsporen van die verhalen, het vertellen van die verhalen, dat dat mensen raakt. En om te beginnen, nodig ik graag de burgemeester van Leus uit, hier als bouwmeester. Help kinderen van soldaten het graf van hun vader te bezoeken. Dat is de missie van Stichting Sovjet Ereveld. Eén korte regel tekst. Die zoveel zegt, die zoveel emoties omvat. Jonge mannen die als soldaat naar het front moeten. Jonge mannen die de strijd met hun leven bekopen. Die ergens zijn begraven, niemand weet waar. Kinderen die opgroeien zonder hun vader. Die niet weten of hij nog leeft. Die niet weten waar zijn laatste rustplek is. Ja, het is geen vergeten plek meer. En het is geen plek meer van stenen en van dood. Het is een plek van leven en van soldaten met een naam en een gezicht. En families die herenigd zijn. En dat is wel prachtig om te zien dat dat na 25 jaar zoveel teweeg heeft gebracht. Als iemand overlijdt, dan kun je het een plekje geven. Maar als iemand vermist is, dan blijft dat groeien. En dan wordt dat gevoel van vermist zijn alleen maar groter. En als er dan iemand komt die vertelt, ik heb een vader gevonden, dan is dat eindelijk een moment van heling. De open wond kan dicht. En dat raakt mensen na 75 jaar nog steeds. Als vader vermist is en eindelijk hoor je waar hij gebleven is, dat is super belangrijk voor mensen. Kijk, voor mij is het misschien de 220ste familie die opgespoord wordt, maar voor die families is het elke keer de eerste keer. Je hoort ineens, vader is gevonden, grootvader is gevonden. Je ziet dan hoe zo'n familie getraumatiseerd is door oorlog en hoe belangrijk het is om ze eindelijk dat nieuws te kunnen geven, zodat ze daar rust aan kunnen geven. En hier ligt ook Kazigan, die smeekte of hij verstopt kon worden in de ziekenbarak van kamp Amersfoort. Omdat hij wel begreep dat hij niet op transport zou gaan, maar de kogel zou krijgen. Zijn nabestaanden weten nog altijd niet dat hij hier tussen de onbekenden begraven is. Geen enkele van de 865 hier begraven oorlogsslachtoffers was geïdentificeerd. En geen enkele nabestaande was opgespoord en geïnformeerd dat echtgenoot, vader, grootvader hier begraven ligt. Ik liep tussen de stenen, langs steen, naar steen, naar steen, naar steen. En ik dacht na over wat mij was gevraagd. Geef die stenen een gezicht. Verbindingen tussen toen en nu, tussen generaties en tussen mensen uit verschillende landen die ons werk zo mooi en zinvol maken. Alle 865 waren ze slachtoffer van de ideologie van de nazi's. De soldaten die hier liggen sneuvelden niet op het slagveld. Ze zijn om het leven gekomen of om het leven gebracht in wat Hitler in 1941, nog voor de inval in de Sovjet-Unie, een vernietigingskamp noemde. Een vernietigingsoorlog.